Deze week op de rollenbank een Alfa GT met een 2 liter JTS motor, goed voor 165 pk, toch? Volgens het boekje wel. Maar ik denk dat het er niet helemaal in zit, maar we zullen kijken. Ik ben benieuwd. Ik verwacht 149 pk, maar... 149, je houdt van ronde getallen? Ik hou van ronde getallen, okay. Ja, ja. Nou, Giesbert is aan het insnoeren, dus we gaan het zien. Ik ben heel benieuwd. Giesbert, je hebt er 137 pk uitgehaald. Is dat niet een beetje weinig? Het houdt wel te wensen over ten opzichte van de 165, zeg maar, die eigenlijk die de auto hoort te hebben. Nu hebben we ook al heel even net erover gepraat. En het is een directe injectiemotor, waardoor er inderdaad de mogelijkheid is dat er misschien een koolafzetting is in de inlaatkleppen. Schijnt ook zo te zijn dat de auto een klein beetje qua vermogen sowieso achterblijft. Ja. Dus het schijnt een beetje een kwaal te zijn. Ja. Ga je iets doen met het advies van Giesbert? Ja, zeker. Ik ga hem toch proberen te reinigen. En kijken of het er toch in zit wat ze beloven. Ja. 137 pk is te weinig voor deze auto natuurlijk, hè? Dat is veel te weinig, dat maakt het niet waar. Nee. Niet te vertrouwen die aan het toch? Blijf rijden, dat wel. Oké. Okay. Hey, bedankt dat je er was. Oké, okay. Houden, hè. Hey, dankjewel, hè. Hoi. Die gaan vandaag nog op zoek naar een V6, denk ik. En dan zag ik je tijdens de meting ineens het licht aandoen. Waarom is dat? Dat was eigenlijk puur voor de fotograaf en voor het videobeeld dat de tellers beter te zien zijn. Oké, okay, nou bedankt voor het meedenken dan. Geen probleem.